Ja, we zijn hier in Asten bij onze Big Truck Cab Test en we hebben 7 merken. Ze doen allemaal mee. We hebben de Renault, we hebben de Volvo, we hebben de Mercedes, de nieuwe Iveco S-Way, de DAF XF Super Space Cab, de nieuwste MAN in een hele bijzondere uitvoering en de Scania S-cabine in Highline uitvoering. Kortom, een prachtige line-up voor deze Big Truck Cabine Test. Okay, wat we allemaal doen in deze cabinetest is, we meten, we bekijken de interieurs, we meten de dikte van de bedden, we meten de dode hoek. Dus heel veel meetwerk, en ook heel veel, we kijken ook naar hoe is het allemaal afgewerkt. Dat leggen we allemaal vast op video en een foto en daarbij worden we geassisteerd door Mirte van der Vliet, onze assistente voor vandaag, voor de interieurshots. Goedemiddag, ik ben Mirte en ik ga jullie meenemen in de MAN TGX 18640. Kom mee. We gaan hier naar de speciale uitvoering, namelijk de MAN Individual. Wat eigenlijk direct opvalt aan deze MAN is dat hij 3 treden heeft met een lage instap. Maar ook als je naar deze deur kijkt, zie je 4 knoppen. De onderste voor de alarmlichten. Deze voor de ramen en deze om het slot van de passagierskant open of dicht te doen. Als we kijken aan de rechterkant van de passagiersstoel en van de bestuurdersstoel vind je hier een handige hendel. Waarbij je een groot compartiment openmaakt van een MAN. Hier is een grote ruimte waarin je je persoonlijke spullen voor opslag of eventueel andere benodigdheden. Met deze lus haal je hem zo weer naar beneden. En dan is hij weer op slot. Nu ga ik jullie meenemen in het interieur van de MAN. Aan de linkerkant van de stoel zit een knopje wat ervoor zorgt dat je automatisch in de juiste positie wordt gezet. Natuurlijk je gordel niet vergeten. Om het stuur in de juiste positie te zetten is er ook een knopje aan de linkerkant. Wanneer je de vrachtwagen aanzet, kan je gebruik maken van de handige Smart Select. Hiermee bestuur je het rechterscherm in de vrachtwagen. Het linkerscherm in de vrachtwagen kan je besturen door middel van de knopjes op het stuur. Onder het bed vind je de koelkast. Deze maak je gemakkelijk open met deze hendel. En als je hem open doet, zie je deze grote ruimte. In de cabine vind je 6 grote kasten. Deze zijn gemakkelijk open te maken met dit systeem. In het midden vind je nog meer grote ruimte. Elke ruimte is voorzien van een anti-slipmat en verlichting. Maar als je dan naar de rechterkant gaat van de cabine, vind je nog iets veel mooiers. In dit kastje zit een koffiezetapparaat en een magnetron. Met een heel handig systeem waarbij je dit naar buiten kan trekken. Wat uniek is aan deze truck, is dat het een bed heeft met een lattenbodem. Natuurlijk kan je ook gewoon lekker tv kijken of gebruik maken van de hangmat in de slaapkabine. Aan de rechterkant van het DAF vind je dit zwarte kastje. Dat is namelijk de radar. Deze radar detecteert alle voertuigen en fietsers die langs de DAF rijden. Zoals je aan deze deur kan zien, is deze DAF uitgerust met een nachtslot. Als je aan dit hendeltje trekt, gaat dit ruime compartiment open. Bijzonder aan dit compartiment is dat het lucht- en waterdicht is. Dus als je wat vieze spulletjes hebt, kan je het beste in dit compartiment doen, omdat dan je interieur niet gaat stinken. Nu ga ik jullie het interieur laten zien van deze DAF.
Wat bijzonder is aan deze damp, is dat dit schermpje aangeeft wat de restwarmte is van de motor. Deze maakt eerst deze warmte op, voordat er pas warmte wordt gegeven uit de standkachel. Wat dus super goed is voor het milieu. Als je kijkt naar dit stuur, zie je aan de rechterkant in het midden een knopje. Dit knopje zorgt ervoor dat je aan het begin van je rit instellingen alvast kan doen, wat ervoor zorgt dat je onderweg veel veiliger bent. Dit zorgt ervoor dat je gericht bent op de weg en niet met andere dingen bezig hoeft te zijn. Deze DAF heeft meerdere faciliteiten wat jouw rijcomfort eigenlijk vergroot. Denk hierbij aan dit uitschuifbare tafeltje. Naast de bestuurdersstoel vind je deze handige prullenbak met daarbij een flessen- of bekerhouder. Maar natuurlijk ook niet te vergeten deze uitschuifbare koelkast. Hierin kan je ook je beker houden of je drinken gewoon koud houden voor onderweg. Wat opvallend is aan deze DAF is dat hij een groot slaapcompartiment heeft. Hij heeft namelijk twee bedden. Een bovenbed, welke bereikbaar is met deze trap. Deze kan je inklappen en wegwerken tegen het plafond aan. Daarnaast is dit bed heel erg breed en super dik, wat jouw slaapcomfort super vergroot. Aan de voorkant van deze DAF vind je drie grote opslagcompartimenten. Er is genoeg ruimte voor al jouw spulletjes. Als je kijkt naar de rechterkant, vind je hier de radar. Deze geeft zowel een licht als een geluidssignaal af. Wat je eigenlijk meteen al opvalt bij deze Mercedes is dat hij geen buitenspiegels heeft. Maar bij het interieur zie je zo meteen waarom. Als we wat verder naar achter lopen, zie je hier de radar. Deze is heel bijzonder, aangezien hij ook de oplegger meeneemt in het radarsysteem, met een meter er zelfs nog achter. Als je de deur openmaakt, zit er eigenlijk hier gelijk een kliksysteempje. Dubbel klikken, want er zit een beveiligingssysteem op en dan kom je uit bij het grote compartiment. Deze zit aan beide kanten, passagierskant en bestuurderskant. Genoeg opslagruimte voor allerlei spulletjes. We staan nu aan de bestuurderskant. En als je de deur openmaakt, valt het je eigenlijk al gelijk op dat deze vrachtwagen vier treden heeft. Wat er dus voor zorgt dat er veel minder ruimte zit tussen de tredes. Wat dus het instappen een stuk gemakkelijker maakt. Wat je eigenlijk direct al opvalt als je in deze vrachtwagen zit, zijn eigenlijk de schermen. Deze functioneren eigenlijk als de spiegels. De bovenste is de spiegel en de onderste is een dode hoekspiegel. Wat eigenlijk ook meteen opvalt, zijn deze multimedia systemen. Deze kan je bedienen met het stuur, maar ook met de hand. Deze Mercedes bestaat uit twee slaapcompartimenten. Een benedenverdieping en een bovenverdieping, welke je gemakkelijk zo omhoog kan duwen. In de cabine zijn er drie grote opslagcompartimenten. Ze zijn gemakkelijk open te maken en zijn voorzien van een heel mooi licht. In plaats van een spiegel gebruikt Mercedes deze camera om het beeld van de vrachtwagen voor te laten zien. Onder het bed bevinden zich twee grote compartimenten. Hier een handig tafeltje met eronder heel veel opslagruimte. En daarnaast natuurlijk de koelkast. We staan hier voor de Volvo FH500 Globetrotter. Twee dezelfde vrachtwagens, maar van binnen zijn er zeker grote verschillen. Wat dat is, laat ik aan jou zien. Als we de deur openmaken, zit er aan de linkerkant een schakelaartje om het compartiment open te maken. Wat je direct aan opvalt, is de subwoofer hier binnen. Deze zou je eventueel als extra optie kunnen kiezen. Het is een ruim compartiment die makkelijk weer dichtgaat door middel van dit haakje. Als je bij deze Volvo gaat instappen, valt je direct op dat er drie treden zijn met een aluminium instap. Dit is een extra optie die je kan kiezen voor deze vrachtwagen. Bij deze Volvo zit er een work remote systeem in. Dit is anders dan de andere vrachtwagen, want deze heeft gewoon een traditioneel knoppensysteem links van de bijrijderstoel. Deze cabine heeft heel veel opslagruimte. Zoals je kan zien zijn er zes compartimenten waar al je spulletjes in kunnen.
Maar deze cabine heeft ook extreem veel lichtinval door dit dak. Hier rechtsbovenin zie je de magnetron, deze standaard hier achterin gebouwd. Mocht je deze plek niet fijn vinden, zou je hem eventueel bij een Volvo dealer kunnen laten plaatsen in het voorcompartiment. Wat meer ruimte besparend zal zijn. In deze truck zie je pocketveren matrassen boven en onder, met een extra topper. Mocht je liever een schuimmatras willen, kan dit natuurlijk ook. Dit is een extra optie. Allebei deze Volvo's hebben een touchscreen systeem hiervoor in. Daarnaast heeft deze uitvoering ook zijn iShift knoppen hier. Wat ervoor zorgt dat je hier veel meer bewegingsruimte hebt en dat je de koelkast gelijk naast je bestuurdersstoel zit. Met genoeg ruimte voor al je spulletjes. We zijn even verhuisd naar de andere truck. Wat je hier eigenlijk direct al ziet, dat je iShift hier zit. Wat er dus ook voor zorgt dat je koelkast aan deze kant zit. Wat je ook ziet, is dat er in plaats van pocketveren hier schuim wordt gebruikt. Zowel boven als beneden. Maar nog steeds wel met deze heerlijke topper. Wanneer je je knipperlicht naar rechts aanzet, krijg je je dode hoekcamera direct op dit display te zien. Wat mooi is in deze display is dat je 8 camera's kan aansluiten hierop en dat je 4 camera's standaard naar jouw voorkeur aan kan zetten. De passagiersstoel kan je 90 graden draaien, wat zorgt voor optimaal zitcomfort. Maar je kan ook een tv laten inbouwen boven, zodat je goed tv kan kijken vanuit deze stoel. Als we naar de bestuurderskant lopen, kan je eigenlijk direct de 2 compartimenten openmaken. Het bovenste compartiment gaat makkelijk open en dan komt een hele grote opslag tevoorschijn. Maar hieronder zit ook nog een compartiment voor nog meer opslag. Als we in deze vrachtwagen zitten, zie je eigenlijk direct het multimedia systeem. Dit is geheel touchscreen en kan je ook met je stuur bedienen. Wat bijzonder is aan deze app, is dat je ook een app kan downloaden op je telefoon. Waardoor je met je telefoon je ramen en andere dingen kan bedienen. De koelkast, hier, is een koelkast, maar heeft ook een vriezer. Daarnaast heeft deze koelkast een heel handig vakje voor als je aan het rijden bent. Doe je deze open, kan je direct met je hand in de koelkast om misschien je drinken te pakken. Naast de koelkast zit een koelbox. Ook uitgerust met zo'n handig vakje om er direct in te gaan en je spulletjes te pakken. Boven de bestuurdersstoel zitten speciale lichtknopjes. Deze kan je aanzetten tot blauw licht. Dit zorgt ervoor dat je tijdens het rijden een rustige sfeer om je heen hebt. In deze truck zijn verschillende compartimenten om spulletjes in op te bergen. Niks met een mooi lichtje afgewerkt. Als je de deur opent, zie je eigenlijk direct de 4 treden. Hier zit een schakelaartje voor het bovenste compartiment. Met veel opslagruimte. Maar we hebben ook een ondercompartiment. Waar je ook nog ruimte hebt voor opslag. In deze Scania zit een mediasysteem wat werkt op touchscreen. Ook kan je gebruik maken van de knop rondom het scherm. In de cabine zijn 2 slaapplekken, bovenin en onderin. Bovenin kan je op en af met het laddertje wat eraan vast is gemaakt. Onder de bedden zijn er 2 ruimtes. De eerste is de koelkast. Met genoeg ruimte. Naast de koelkast is nog een extra opslagruimte. In de cabine zijn 3 compartimenten. In het middelste compartiment vind je de magnetron. Heb je het lekkerst te eten, kan je rustig gaan zitten. En heb je hier een tafeltje en hiervoor ook.
de deur opent, zie je gelijk de vier tredes om naar binnen te gaan. Deze truck heeft twee compartimenten. De bovenste, met een grote opslag. En beneden, met nog een extra opslag. Bij de spoiler weer een handig hendeltje om hem te verplaatsen. Met een goede beugel om makkelijk omhoog te klimmen. Deze cabine heeft een infotainment systeem met touchscreen. Daarnaast is het dashboard ingelegd met carbon. Deze Renault is uitgerust met twee bedden, een bovenbed en een onderbed. Het bijzondere aan het bovenbed is dat er een klein pinnetje in zit, waardoor je dit bovenbed om kan toveren tot een bagageruimte of opslagruimte. In de cabine zitten twee grote compartimenten en een klein compartiment. Dit is een koelkast. Binnenin zit een koelkast met een klein stukje opslag. De passagiersstoel kan je in een hoek van 90 graden draaien. Eén stukje nog. Top. Goedemorgen. Zover onze cabinetest met 7 topmodellen en we hebben alles gemeten, we hebben erin gereden, we hebben erin geslapen zelfs. En ja, de resultaten kun je allemaal lezen in Big Truck Online Magazine en plaats je comments onder de video en lees het in Big Truck Online Magazine.